vanuit het Ondernemersplaza in Amersfoort is dit MKB in the Picture. Welkom bij MKB in the Picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. Vandaag is het thema groeien met je bedrijf. Hoe doe je dat? We hebben aan tafel een aantal mensen, onder andere twee pitchers. Die gaan zichzelf presenteren. Ik denk dat het handig is om het filmpje te gaan bekijken. Ik ben Joke ten Kaatsen. Ik ben van beroep kraamverzorgster. Iedereen die voor het eerst moeder wordt, is voor mij een jonge moeder. 10-13% van de jonge vrouwen valt ten prooi aan postnatale depressie. Door 1-op-1 zorg thuis en op maat te bieden, denk ik dat je daarmee iets in handen hebt waar je heel goed de vrouw bij kan ondersteunen in die weg op het moederschap. Daarom, joker.nl, steun in de rug van de jonge moeder. Nou, Joker. Je hoeft je niet meer te introduceren. Hè? Dat is al gebeurd. We hebben ook Elisabeth Ebbing aan tafel, stemcoach. Ja. Ik ben benieuwd, wat is jouw reactie op deze wat is presentatie? Mijn reactie? Ja, dan lijkt het net alsof ik het oordeel mag vellen over jouw verhaal. Er zijn een paar dingen die me opvallen. Je merkt natuurlijk dat er knipjes in zitten en dat je een beetje verschillende temperatuur hebt op af en aan. Wat ik zou willen van iemand die mij zorg zou aanbieden, was dat je misschien nog ietsje dichterbij voelde. He, want de stem gaat over gevoelsdingen. Over is dit warm, is dit koud, is dit ver weg, is dit dichtbij. En bij jou, ik zie dat je heel warm voelend bent. Maar ik zie dat je in dat, hoe je het zegt, is het een beetje, het zijn een beetje zo. Zeg maar, en hoe kan je het warm laten klinken? Hoe doe je dat? Dat je het in je lijf laat weer klinken. En ik denk dat als je deze pitch nog beter zou willen maken, dan wat meer lijfelijkheid in de stem. En aan het einde van de zin wat meer laagte. Presentatie is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En dat kom je denk ik ook in je praktijk tegen, Elisabeth. Want coach jij veel ondernemers qua stem? Heel vaak. Als jij die dan. Ik heb zelf een keer een dag bij je mogen zijn. Bijvoorbeeld een feestje. Vond het erg leuk om te doen. Maar heb je dan ook veel terugkoppeling van ondernemers? Van dat ze daadwerkelijk hebben gemerkt van hey, dit is veranderd. Hoe belangrijk is die stem? Wat de essentie is, is dat datgene wat ze goed komen, kunnen, dat dat overkomt. Ja. En dat dat lekker is. En het gekke is, als mensen het dan moeten presenteren, dat ze dan denken, oeps, presenteren. Hek, 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 deur, deur, alles dicht. Je bent dat ook niet gewend, hè? Je bent niet gewend om dat te doen voor een camera. Want dat doe ik niet elke dag. Nee. Dus ik dacht, nou, ik neem die kans. Ik kreeg een donderdag of zo, hè. Geweldig. Ik denk, ik doe het gewoon. Ja. Ik vind het hartstikke stoer van mezelf. Ik heb het gedaan. Ik leer daarvoor, want ik zie dat als leerproces. Ja, zeker. Hartstikke en ik denk goed. Inderdaad dat ik dat best wel leuk vind om ook een dagje dan zo door te brengen. Het is gewoon een einde reclamespot. Maar ik denk dat je er heel veel van kan leren. Ja. Zullen we naar Ronald gaan kijken? Ik ben benieuwd. Hallo, ik ben Ronald van Domburg, oprichter en eigenaar van Play to Change. Ik help organisaties om zich te focussen op hun positieve kern en hoe ze die kunnen versterken. Enkele jaren geleden heb ik het eerste Nederlandstalige boek over Appreciative Inquiry geschreven met als titel Het Waarderend Oog. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een tweede boek. Ik ben op zoek naar mensen, organisaties die bereid zijn te investeren in het tot stand komen van dit boek. Ik ben heel benieuwd naar uw interesse, naar uw ideeën. En neem contact met me op, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Heel helder verhaal. Ja. Ik vind het wel mooi dat het is net iets anders dan van ik ga mijn bedrijf promoten, maar je wil een onderzoek doen en daar zoek je mensen voor, zoek je bedrijven voor. Nou, ik heb daar tijd voor nodig om dat onderzoek te doen. En die tijd moet betaald worden, want die tijd kan ik niet werken. Kan ik geen inkomen vergaren. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, wat vind je zelf van je, van je... Dat is behoorlijk geknipt. Ja. En ik vond het origineel beter. Maar dat duurde 3 minuten en 29 seconden. Ja. Want wat je krijgt, en ik weet niet of dat ook in het origineel zat, is dat je dezelfde melodie... En dat herhaalt zich. Ja. En dat herhaalt zich te vaak. Ja. En dat gaat interfereren met je inhoud. Mm-hmm. Omdat je zintuigen worden lui als ze een paar keer hetzelfde horen. Ja. Dus dan word je... Dan, dan...
Maar die zes kinderen die hakken er natuurlijk enorm in. Ja, doe je. Is dat iets? Zes? Maar is dat iets wat je juist wel doet? Of is dat iets wat je niet doet, inderdaad? Van, wat, waarom heb jij het erin gebracht? Ja. Mag ik niks over zeggen? Is geen stem. Dat is geen stem. Nou, we hebben twee keer de pitch opgenomen. De eerste keer zat het er niet in, de tweede keer wel. Ik dacht, volgens mij moet het erin. En het moet erin omdat dat, als je het hebt over authenticiteit en persoonlijkheid, ja, dat is iets wat echt met mij als persoon te maken heeft. En het heeft niks te maken met mijn business, maar het geeft wel iets weer van wie ik als mens ben. Maar de stem, zeg jij, dus de herhalende geluidspatronen, zeg maar. Daar moet je echt mee uitkijken, met herhalende melodie. En ik kan me voorstellen dat er ook wel andere melodieën tussen hebben gezeten. Ja. Nou, het is wel, ik herken het wel. Het is wel iets wat ik vaker gehoord heb. He, dus ik heb een redelijk monotone stem, denk ik. En ik moet er ook echt op letten om daar veel meer variatie en melodie in aan te brengen. Ja. En dat merk ik nu ook inderdaad, als ik het terugzie, dan valt me dat ook weer op. Ja. En een deel daarvan is dat je vrij hard begint, dus met vrij veel druk. En eigenlijk is de automatische beweging dan dat hij zachter wordt. Dus als je zachter zou beginnen, zou je meer beweging kunnen houden. Ja. Elisabeth, nog een laatste vraag. Waar ik wel benieuwd naar ben, is van, wat is nou, als je globaal naar al jouw klanten kijkt, wat zijn nou de drie tips die je kan geven om je stem goed te gebruiken? Nou, die eerste die ik eigenlijk aan jou heb gegeven, ga niet te hard van stapel. Ga niet denken dat je heel veel moet geven. Dus ook met je en daar helemaal naartoe moet. En sowieso, hè, ik geef alles. Dan denk je, dat wil niemand hebben. Dat is te veel. Weet je, blijf bij jezelf. En hou ook het plezier bij jezelf. Want dit vind ik fijn om te doen. Hier ben ik goed in. Dit wordt een mooi boek. Die vrouwen hebben wat aan mij. Dus dat is laagte, maar ook hoogte. Die vrouwen hebben wat aan mij. Hoog, laag. En jij bent ook operazangeres, toch? Ja. Dus daar heb je dat ook ervaren. Dat komt echt in je lijf, moet dat, gaan resoneren. Ja, dat is sowieso hoe operazangers hard zingen. Dat gaat helemaal niet over hard blazen, maar dat gaat over... En daar kunnen wij als ondernemers wat van leren. Ja. Kijk, vaker naar de opera zijn gek. Dat vind ik wel een hele mooie tip ook, trouwens. Ja. Dat is een goede tip, ja. Nou, ik ben vorige week naar de opera geweest. Oh, en dat was, Barbara heet ze. De operazangeres. Je kent haar niet, ja, Barbara. Maar wat heb je daar... Wat heb je daar uitgehaald? Nee, maar wat ik heel fascinerend vond, is die dame die kwam op. Die stond daar en de zaal werd stil. En zij ging inderdaad even naar binnen. Hè. Je zag gewoon even concentreren. En ze is aanwezig en ze begint. Nou, dat vond ik echt geweldig. Dat jou meteen ook de goede toon, hè, dat vind ik sowieso wel knap. Dat zijn jaren voor geoefend, hoor. Maar ook met hele kleine gezichtsuitdrukkingen. Ook dat ze aangaf van, nu mag je klappen. Oh. Het hele publiek weet dat. Het hele publiek onder controle. Ja, maar dat is het. Dat is het. Waarom ik dit werk wat ik nu doe, wat over spreekstemmen gaat, dat komt natuurlijk voort uit dat zingen. Zeg maar, wat er gebeurt, die zangeres staat op het podium, zij zingt en er gebeurt iets bij het publiek. Er is dus iets heen en weer gegaan aan elektriciteit of klank of gevoel, wat het ook is. En dat gaat niet alleen van haar naar hun, maar dat gaat ook van hun weer terug naar haar. Zodat zij ook aanvoelt, dit langer, dit korter, hier moet ik blijven hangen en nu moet ik ontspannen. Want dat komt weer terug. Ja. En dat is een ding wat je in een goed gesprek ook wilt hebben. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. Dank u wel voor de uitnodiging. Okay.